Hé, hey, laat je verschiet een beetje, hè. Ik stond een andere Leo Martin. En binnenkort komt ze allemaal verschieten, weet het? Gedaan met Leo Martin met zotken het kloonken uithangen. Dat is gedaan bij mij. Ja, ja, ja. In het vervolg, Leo Martin groeit een impresario. Levert internationale nummers over heel de wereld en omliggende straten. Den deze, heren. Den deze, heren. En al die verdetse scholarsmaan in bureau moeten passeren of ze hebben geen job. Is dat vast? En niet op beleefd of ze kunnen allemaal gaan doppen. Al de groeten. Allemaal. En gezegd, ik heb met een bord laten staan, dames en heren. Dat is helemaal Italiaans. Eerst dat deed, verstaat het? Eerst dat deed. En al die groeten naar het manenbureau, allemaal. De dingen, de Tom Jones, de hoe heet hem de ander? Gilbert Bécaud, Aznavour, Eddie Wally. Al de groeten naar... Nee, zie, de telefoon staat niet stil. Hij staat niet stil, dames en heren. Hallo? Hallo? Haha! Ah, de Frankie! Hé, hey, Frank Sinatra, zeg. Hallo Frankie, how are you? Fine, thank you. Yes. Luister eens, ventje. Respect, Vlaams. Nee, dat is... Dat contract is in orde, hè, manneke? Nee, dat is in orde. Ik heb dat afgesloten, hè. Dat matineken toch, hè. Ablief. Je... Nee. Dat is hier vlakbaar. Dat is hier een soersel in een tent. Draalekens moet gaan komen doen, hè, manneke. Draalekens meer kunnen gaan niet komen doen, hoor. De praas, ja, de praas heb ik nog omhoog gedaan, hè, jongen. Je gaat verscheten, zijn het 10.000 balkens, hè? Nou ja, 10.000 ballen. 8.000 voor mij en 2 voor jou, hè? In orde, Frankie. Yes, yes. The compliments on all your wives. En de compliment van mijn wife, too. Haha! Toeteloetoe! Oh, dat is een plezier. Oké, bye, Frankie. Hé, hey, wat heb ik al gezegd? Wat heb ik al gezegd? Allemaal als het maar passeert. Allemaal. Nou, zoek je gisteren ook dingen. Hoe heet hem? De dingen, hè? De Adamo gisteren aan de telefoon. Adamo! De grote verdette. Dag, meneer. Ik zeg, de Adamo gisteren, ik had er kompassen mee. Ja, ik krijg er kompassen mee. Geen jobben meer die me... Wat zeg meneer, wat is dat? Het is voor te vragen of dat u geen speciale nummer nodig hebt voor uw theater. Meneer, ik kan me met zo'n klein dingetje niet bezighouden, niet waar? Au revoir et merci. Ik zeg maar gisteren, de Adamo, God hem moeten horen. Ik zeg nog, ik krijg er kompassen mee. Het is een speciale nummer. Ja, maar wat is het nou? Het is een speciale nummer. Dan krijg je gaan van mij een speciale au revoir et merci. Buiten de hoor. Eruit. Outside. Thank you. Was dat nou voor u? Kan we met zo'n klein ding niet bezighouden, manneke? Kom. Jongen, ik zeg nog de Adamo. Jongen, ik had hem moeten... En dat geeft niet af, dan die, hè? Ja, maar wat is het voor u? Wat is dat? Wie is u? Wie is u? Kent u mij niet? Ik heb het nooit gezien. Wie is u? René met zijn gedresseerde malse varkens. Tja, daar heb ik nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Nooit van mij. Nooit van hoor, die kennen we niet. Is ik heb hier nog een foto bij. Deze. Laat eens zien. Hier staat een koek met mijn vaderkens. Deze. Nou, dat is netjes. Ja, is niet slecht. Oh, jongen, is het. Doe me dat als een schoenvaarken. Nee. Jongen, dat is een schoenbier. Dat is een kiek, Ah. Ja, ik heb me moeilijk kennen omdat ik... Varken en nood op, hè? Ja. Voor die nachten zeiden daarbij. Ja, zo zeiden hier verschil, hè? Je zegt hier verschil, hè? Nee. En dat was een nummer met varkens? Ja, vroeger had ik een nummer met varkens. Nou, heb ik een speciale nummer. Ja. Een varkens heb ik allemaal opgegeten. Ah, en waar heeft u overal gewerkt? Overal. Ja, jammer, waar? Overal. Ja, jammer, waar? In Berlijn. Ah, en waar nog? In Berlijn. Ja, maar waar nog? In Berlijn. En in Berlijn is het ook al gewerkt? Je moet dat zelf nog vergeten te zeggen.
Dus dat was dus een nummer met varken. En u voyageerde met een speciale camion of zo? Nee, die varken zaten bij mij, hè, meneer. Allee. Maar we waren een grote familie, hè. Tja. Die slepen onder mijn bed. Allee. En die staan dan? En dan moesten ze tegen kunnen. Oh, dat denk ik niet zo niet. Dat zou ik nog een klein gatje nodig voor de volgende week. Zit u volgende week vrij? Volgende week? Oei, oei. Dat zal er met zijn poeten nog wat hangen. Ja, maar ik bedoel, zit u vrij? Nou, ik denk, ja, volgende week, ja. Heel de maand. Heel 76 ben ik vrij. Ja. Ja. Maar het is spijtig, hè, meneer. Het is spijtig, maar je gaat met uw taart niet mee, hè. Hoe staat het dan? Hoe zit het aangetaald van een artiest? Hoe zit het aangetaald? Een strippeke. Nee, een strippeke. Ik heb nog hier met balkjes. Ik heb in de lach geleverd een balkje net. Mijn jongen, je hebt geen ver komen. Maar mijn achterkamer is ja. Te slecht. Ja, meneer, dat ben je niet de zotte avond, niet waar? En bezit die kop, jongens. Bezit naar die kop, manneke. Wat is dat nou voor een kop? Zijn er maar, is hij. Ach, de mensen willen naar zijn. Geet geen naar. Geet geen naar. Tegenwoordig moet je haar hebben. Als je haar hebt, hoe meer haar, hoe meer succes. Zien ons presentators van de televisie, meneer. Meer haar binnen, zonder haar buiten. Ze moeten haar hebben. Is, ik heb nog een foto van mij zonder haar. Is ze, Zena? Zena zelf? Zena zelf het verschil. Zena. Oeh ja. Ja, dat is beter. Met een baard is beter. Van haar gezicht, haar zelf? Ja, gezien haar minder van haar gezicht. Oh he. Ja, oh ja. En haar zin, kijk dan. Na zene kijk dat. Een rosse artiest. Als er nou iets is wat ik een nekel heb, is dan een rosse. Jongen, ga ze op de rest de bank als ze die koppen hebben nooit gedeeld, zeker. Ja, ze hadden nogal één koppen met grote neuzen en dat moest ik niet hebben. Meneer, op de mazoen en kop gaat dan alleen iets te smeken voor een job, kan verstaan het? Nee, wat is dat voor een nummer? Kom, laat het vooruit gaan. Een speciale. Ja, maar wat is dat voor een? Kom. Dan mag er iemand tot het publiek komen. Ja, hè? Ja. En die mogen op mijn kop een cassin kapot slagen. Een wat? Een cassin op mijn kop kapot slagen. Ja, maar meneer, weet je goed wat ik je vertel? Toen zie je ze, hè. Ja, maar weet je goed wat je vertelt? Een cassin op mijn kop kapot slagen? Ja. Ik kan dat even demonstreren. Ja, ik heb het bij je, meneer. Oh, je hebt dat bij? Ja, maar weet je goed wat dat betekent, dames en heren? De kassaam zijn de kop kapot. Dat is de namer. Dat is de namer, ja, ja. Die moet ik vasthouden. Ja. Ah, die moet ik vasthouden. Klappen, hè. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Dus goed, kloppen op mijn kop. Nee, op de kassaam, hè. Ah, ja, 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 ja. En niet op mijn vingers kloppen. Pas op, ik zender, hè. Een klein momentje, het is niet te geloven, hè. Hier zit ik. Ja, hop, daar. Dames en heren. Weet je wat dat u meemaakt nu op dat moment? De kassa in twee op zijn kop kapot slagen. Applaus alsjeblieft, wat kan dat niet? Meneer, u is sensationeel. Meneer, ik mag van u een verdet, meneer. Uw naam zal verschijnen op alle goede theaters. In het groet, René, met de kassa. Ja. Meneer, wat wil je verdienen? 250 frank. Waar? 150. Waar? 75 frank. 20.000 frank per dag gaat u bij mij verdienen, meneer. Meneer, u is geweldig. Meneer, kunnen we morgen vroeg om 10 uur op mijn bureau komen? Dat zal niet gaan. Maar meneer, zeg die, hoe laat? 9:55. Meneer, dat is allemaal goed, meneer. Proficiat, u is geweldig. Morgen 9:55. Nou, meneer. Pardon, mag ik nog eens iets vragen? Ja. Die aantal van lees die je erbij hebt. Dat zit vol met kassa, zeker? Nee, nee, dat... Dat zijn poeiertjes voor de koppen.